Bij onze Siebe Horemans, 18 jaar en voor het eerst mee met de eerste ploeg op een Europese verplaatsing. Siebe, ik kan me voorstellen dat dit een droom is eigenlijk. Hè? Ja, het is toch wel een droom. Leuke ervaring ook om eens te kijken hoe het daar aan toe gaat in Europa. Dus ja, ik hoop dat we verder ver kunnen komen. Ben je toch een klein beetje zenuwachtig? Ja, misschien wel. Misschien dat ik zal spelen, dat weet ik nog niet. Dus ja, dus afwachten. Wat doet dat nu met een jong mens van 18 jaar? De omgeving bijvoorbeeld, hoe reageert die? Goed, ze helpen mij enorm ook bij de eerste ploeg. Dus ik ben jong, dus ik moet nog veel leren. Dus ja, we zullen zien. Wie is zo'n beetje jouw mentor in de eerste ploeg? Ja, de grote leiders hebben zoals mij veel ervaring. Zoals vanachter ook de verdedigers, Gershon, Mitrovic en Nielsen. Het zijn jongens met veel ervaring en die sturen mij ook tijdens de trainingen en zo. Dus kan ik... Welke tips geven zij jou? Hoe ik iemand beter kan inspelen, bijvoorbeeld. Ja, coaching ook, dat ik veel moet praten. Centraal van achter is dat heel belangrijk, dus dat probeer ik ook op te pikken. En proberen ze jou ook wel eens zenuwachtig te maken of een grapje uit te halen? Ja, ze maken wel grapjes, ja. Maar dat is natuurlijk omdat ik jong ben ook en nieuw. Dus, Geef eens een voorbeeld. Goh, een voorbeeld. Als ze iets zien op Instagram of zo van mij dat ik gepost heb, dan ja, zeggen ze er wel eens iets over of zo. Maar pak dat goed op. Heb je inderdaad al veel bijgeleerd nu je voortdurend traint met de eerste ploeg? Ja, ik heb al veel bijgeleerd. Bijna elke training leer ik iets nieuws bij. Dus dat is toch wel goed. En ook op de match kijk ik goed wat de verdedigers doen. En zo probeer ik ook dingen bij te leren. Kan je dat even specificeren? Hoe de centrale verdedigers bijvoorbeeld uitvoetballen ook. Wat ze proberen te denken en ja, wat ze doen. En hoe ze contact houden met hun tegenstanders en zo. Word je ook niet een beetje harder als je traint met de eerste ploeg? Ja. Ik kom tegen sterkere jongens die toch al ervaring hebben en weten hoe ze moeten omgaan met een verdediger. Dus ja, daar probeer ik ook veel uit te leren. Nu een Europese uitwedstrijd, hoe reageert jouw familie daarop? Ja, ze zijn natuurlijk trots, maar ik ben er nog altijd niet, dus ik blijf hard werken op elke training. Je blijft met je voetjes op de grond? Ja, sowieso. En word je daarbij geholpen door je ouders? Ja, die helpen mij enorm. Ze zijn wel trots natuurlijk, maar ze moeten niet overdrijven. En hoe reageert jouw vriendenkring bijvoorbeeld? Ja, het zijn ook allemaal jongens die trots zijn op mij. Omdat ja, ik kom ook van Verf, ik kom van Westerlo. Dus ja, ik heb er ook hard moeten voor werken, maar ik ben er nog altijd niet. En vriendinnetjes? Nee, nog niet. Je bent dus de meest begeerde vrijgezel in de groep momenteel? Misschien. Wat verwacht je nu van die eerste uitwedstrijd, de eerste Europese uitwedstrijd? We hebben thuis een goede uitslag kunnen neerzetten, 5-0. Dus... We zijn nog niet gekwalificeerd, maar normaal zou het geen probleem mogen zijn om verder te gaan. Je hebt natuurlijk al enige ervaring via de Youth League. Ja, de Youth League is wel natuurlijk een, iets anders met de jongere spelers ook, die minder ervaring hebben. Dus ja, het is toch wel een beetje een aanpassing. 2-3 jaar terug, had je toen gedacht dat je zou staan waar je nu staat? Nee, vooral niet, want ik heb veel bijgeleerd de afgelopen jaren, ook bij de belofte vorig jaar. Ben ik dan toch kapitein geworden op het laatste seizoen dus. En daar heb ik ook veel geleerd om ja, meer leiderschap te tonen en zo verder te groeien. En wat is nu jouw ambitie? Om speelminuten te krijgen, maar dat hangt niet van mij af. Als de trainer mij nodig hebt, sta ik klaar dus. Maar je wil echt een carrière opbouwen als profvoetballer? Zeker weten.